De kantine van voetbalclub Dubbeldam moet 2 zondagen op slot op last van burgemeester Kolf. Want er is op 14 april door toeschouwers hier gevochten. En die straf komt bij de vereniging heel hard aan. Op zijn minst gezegd was ik woedend. Ook omdat je je onmachtig voelt. Van, je vraagt je direct af, wat had ik dan moeten doen? Omdat we toch achteraf kijkend vanuit de verenigingen, zowel Ketel Spaarland als Dubbeldam, eigenlijk wel vonden dat we het goed gemanaged hadden. Gezorgd hadden dat de strijdende ploegen snel uit elkaar waren. En eigenlijk zonder zeer zwaar gewonden het hebben kunnen afhandelen. Vervelend voor de club, maar de vereniging is wel verantwoordelijk voor wat hier gebeurt, zegt burgemeester Kolf. Wat er bij Dubbeldam is gebeurd is wel echt behoorlijk over de schreef. Een grote vechtpartij met tientallen mensen die erbij betrokken waren. Veel alcoholgebruik. En ik denk dat de club daar toch ook echt een eigen verantwoordelijkheid heeft. En als ik de politierapportages erop nalees, dan kon ik eigenlijk niet anders dan zo'n maatregel nemen. Er wordt gesproken over een massale vechtpartij. 70 betrokkenen, alcohol, drugs, wapens. Het is nogal wat. Er waren een 6-tal mensen die wat bloed vertoonden op hun lichaam. Er is niemand naar het ziekenhuis gegaan. Dus wat dat betreft denk ik dat we nog steeds de boel goed gemanaged hebben. Het is natuurlijk ook voor andere sportclubs een signaal van dit kan ons ook overkomen. Wat kun je als club doen om dit te voorkomen? Nou, dat is een vraag die ik heel graag aan de burgemeester stelt. Want wij hebben ook daarna gekeken van achteraf van wat hadden we kunnen doen om dit te voorkomen. Dit moet je maar zien als een waarschuwing voor de rest. Ook voor andere clubs die na afloop van de wedstrijd veel alcohol schenken. Let er gewoon ontzettend goed op. Het moet gezellig blijven, het moet sportief blijven. Een drankje erbij, helemaal prima. Maar er zijn ook gewoon grenzen. En wat hier is gebeurd, dat gaat die grenzen echt te buiten.